Hey iedereen, dit is Ken Huis. Ik ga even uitleggen hoe dat ik dit hier gemaakt heb. Dus ik heb hier even de lagen aangemaakt die ik ga gebruiken. Langs de linkerkant heb je mijn logo en dan de rechterkant is mijn foto. Die foto ga ik langs die kant zetten, maar ik ga er dan verfvlekken, spatters ops, allez, opzetten zodanig dat je de schaduw nog altijd van mijn gezicht ziet en zo. Dus ik neem hier eerst de kleur die ik ongeveer wil. Dat is uiteindelijk nog een beetje zoeken. En dat wordt nadien toch nog aangepast. Dus nu zoek ik de juiste grootte van verfspat die ik op mijn gezicht wil zetten. Ook de vorm moet een beetje een juist accent geven aan uw gezicht. Het mag niet opvallend zijn, het moet ook een beetje de vorm meenemen van je gezicht, zodanig dat het speels en leuk blijft. Denk erom, hoe meer contrast, hoe meer dat het opvalt. Dus probeer daar rekening mee te houden. Ook heb ik een bepaalde. Je kunt bijvoorbeeld je layer normaal zetten, of je kunt in je layer zelf nog, zoals ik hier aanduid, intense light heb ik gedaan. Dan geeft het een beetje een doorschijn. En dan ziet je ja, alle vormen er nog gemakkelijk door, maar geeft het toch nog een heel mooi contrast. En vrij fel, dus dat is de reden waarom dat ik intense light heb gebruikt. Voor de rest kun je ja, hier en daar wat de kleur aanpassen door je uw kleur, uw hue en intensity iets te verhogen of aan te passen. Probeer ook niet met één kleur te werken. Werk een beetje met verschillende aan complementaire kleuren, zodanig dat je een rust geeft in uw afbeelding. Uw contrast zelf mag zorgen voor de spanning, maar zorg dat je kleuren toch een zekere rust geven. Tenzij dat je echt wilt opvallen, dan mocht je echt van die straffe felle kleuren gebruiken. Maar wat ik doe is gewoon één felle kleur en dat is meestal genoeg. Je mocht er wat proberen. Je ziet, ik heb hier ook wat geprobeerd. Maar dat groen en dat blauw, dat paste niet. Dus ik heb het gewoon enkel bij blauw gelaten. Ondervind een beetje spelen met de mogelijkheden. Dan kom je nog het verste. Dus ja, uiteindelijk als je kleur hebt en je hebt je spat, dan kun je nog zeggen, ik ga het hier of daar veranderen. En daarom is het een belangrijke truc altijd een nieuwe layer te gebruiken. Dan heb je nog altijd alle vrijheid om te bewegen en te doen. Dus gewoon nieuwe layer maken, de grootte bekijken, intense light en dan schuiven en zien waar dat je het wilt zetten. Ook zorgen dat het niet te veel wordt. Altijd nee kunnen zeggen tegen jezelf. Zeg van oei, deze gaat erover, dan stoppen we, dat doen we niet. En dan doet je gewoon iets anders nadien. Er is een fout maken in Photoshop, dat is niet zo erg. En uiteindelijk heb je alle vrijheid, dus ik wil mijn logo erin krijgen. Maar ik wil enkel het blauw, dus wat doe ik? Ik selecteer eigenlijk het blauw, zodanig dat dat zwart van mijn logootje weggaat. Voilà, zoals ik nu gedaan heb. Dus als color range of kleur select en dan kunt je Ctrl-Shift-I doen, dan verandert hem het, dan doet hem inverse. Wat dat geselecteerd wordt, omdraaien. Dus al wat je niet geselecteerd hebt, wordt dan geselecteerd. En dan ja, heb ik een beetje van die spatters rond mijn logo gezet, zodanig dat dat wel levendig wordt. En een beetje zoeken, hè.
Dat blijft altijd spannend. Uw eigen werk nog eens herwerken. Het was ook een beetje de moeilijkheid omdat al die spatten gaan langs een andere kant. Dus dat was zoeken welke spat is de beste om langs die kant te plaatsen. En ja, don't overdo it. Zie, dat was net te veel. Dus heb ik die weggedaan. Voilà. En zo blijven we bezig. Gewoon even zoeken. Voilà. En ook die plaats waar ik het nu gezet heb, misschien is dat niet de beste plaats. Een beetje verplaatsen, hopla. Dat is iets kutters, nee. Dat is te weinig. Voilà. Altijd wat zoeken. Je weet nooit wat het beste zou uitkomen. Nu, ik heb wel een kleine fout gemaakt. Ik heb die template volgezet. Terwijl eigenlijk de eerste was, laat ik zeggen, 10 centimeter tegen de witte, tegen uw witte kader. Is hetgeen dat iedereen kan zien. Groter als dat. Ik zie dat wel op mijn scherm, maar niet iedereen heeft zo'n groot scherm, dus dat is ook heel belangrijk. Zorg dat iedereen het kan zien. Dat is nu iets waar ik zelf in de fout ben gegaan, maar do it better. Is altijd beter om erover na te denken. Wat ik hier doe is, ik zet een lichtere kleur en een donkere kleur en dan kom ik deeltjes weg zodanig dat er precies een glans op de verf komt. En dat zorgt ook voor wat dynamiek. Dan heb ik een leuk lettertype gezocht. Een beetje een soort van slogan. Maar dat was niet echt helemaal wat ik wou zeggen. En dat was te saai, dus gewoon even zoeken wat dat beste bij jezelf past en wat dat de boodschap is dat je wilt meegeven. Voilà, vond ik vrij strak tegenover het vrijen van die verfvlekken. Maar ik had ze allemaal in één layer gezet, dat was eigenlijk niet goed, want ik wou ze toch een beetje vrij kunnen zetten, plaatsen, dus. Voilà, dus heb ik alles apart gezet. Nu, wat dat je nog kunt doen, en dat doe ik vaak als je de tekst nog wilt kunnen aanpassen, dan moet je hem in tekst laten. Maar anders kunt je hem omzetten naar pixels. En ik doe dat eigenlijk liever, omdat je dan zelf nog een beetje meer vrijheid hebt. Zie, dan kunnen ze een beetje wegkomen of ja, gewoon vrij een beetje aanpassen. Dus ik heb Kenhuis C create en live gedaan. Gewoon heel basic wat ik wou. En dan een soort van collage gemaakt. Om het fancy te maken. Fancy. Dus coolio. Anyway. Just enjoy your fucking self. Het is echt gewoon knutselen. Een beetje met de kleurtjes plakken. Alle verfvlekjes doen. Hopla. Ik heb dat trouwens allemaal gedaan op mijn Cintiq. Dat is een tekentablet van Wacom. Dat is super gemakkelijk met die pen om hem zelf een beetje te tekenen eigenlijk. Maar bij dit was dat niet echt nodig. Het is gewoon handig om direct te zien wat dat getekend of doet. Dus dat is wat ik gedaan heb. Voor de rest, je ziet, ik doe twee layers van verschillende kleuren op één.
Hetzelfde als daarvoor. En dan lichtjes uitvegen. En dan kun je een beetje de woordjes beginnen plakken en doen. Op het gemakske alles bougeren tot waar dat het goed plakt. Of past. Dat is het toffe. En als je op het einde te veel layers hebt, kunnen ze altijd aan één plakken. Dus dat ga ik straks doen. Ik ga ze straks allemaal mergen. Dus dat is op je layers zelf je allemaal selecteren. En dan met je rechtermuisknop kunt je onderaan merge layers of layers samenvoegen pakken. En dat zorgt eigenlijk dat al je layers in één layer samenkomen. Super handig. En het voordeel is dat je dan in history, als je iets fout hebt gedaan, nog eens terug kunt en dan staan ze weer allemaal apart. Dus heb ik nu nog wat tekst bijgevoegd. Dan heb ik basically nog een filter erop gezet, omdat ja, ik vond het zo een beetje saai nog. Dus die lijntjes daaronder, vreemd genoeg gaf dat lettertype telkens een lijn eronder. Ja. Gewoon een beetje spelen met de combinaties. Twee kleuren gebruiken in dezelfde kleurschakering uiteindelijk. Lichtblauw, donkerblauw, dat creëert een beetje diepte. Gaat zien dat ik straks door mijn filter zwart laat doorkomen. Dat geeft ook nog iets meer diepte. Omdat hier al met de kleuren zitten. Zwart zit op de achtergrond, dus er kan nog wat zwart bij. Grijzig, blauw, voilà. En ook tot lettertypen, ik heb het een beetje weggegomd, zodanig dat meer leeft, minder strak. Dan past het iets beter bij de vlekken, dat ook een beetje een chaos is. Want ja, tekenen en ontwerpen is een beetje living in the chaos. Dus hier ziet je het, hoe dat ik gemerged heb. Gemerged. Voilà. En dan heb ik dat weggedaan, dus dat is gewoon delete. Heel simpel. Linear light, dat heb ik genomen. Dus dat geeft een beetje die doorschijn nog van hun achtergrond. En dan heb ik hoogstwaarschijnlijk hierna de filter gezet. Ik heb twee keer een filter gebruikt. Eén keer voor mijn gezicht, maar dat was dan iets te dik. Dus je gaat nu zien dat dat normaal die voor het gezicht is. Dan gaat je zien dat het daar dikker is ineens. En dan heb ik dat weggedaan. Dat maakte het iets te neig. Af en toe een keer saven, want je weet nooit dat hem is gecrashed. Dus opslaan. Voor de zekerheid. Voilà, dus als ene filter dat ik gedaan had, dat vond ik ook niet zo leuk. Het is een beetje zoeken. Gewoon je gang gaan. Have fun. Zo ziet je dat ik een beetje met de verf eruit was gevallen. Dus die moet je dan een beetje wissen. Dus even een paar filtertjes testen en dan gaat je zien dat ik uiteindelijk de laatste heb gekozen waar dan mijn logo zwart in komt. Vond ik wel een fijn effectje. Maar het is een beetje spelen en zoeken. Voilà. Dat vond ik wel cool. Een explosie uit mijn logo van verf. En dat was het dan. Ik hoop dat je het iets of wat leuk vond. Zie dat als die donkere, dat donkere effectje. Als je vragen hebt, stel ze maar. Als je
wilt dat ik u help met een of ander ontwerpje, let me know. I will try. Greet, see you next time. Goodbye.